Yo mensen, mijn naam is Dirk Shadows en welkom terug op mijn kanaal. Welkom bij mijn allereerste echte officiële facecam video. Ik moet toch een keer een test maken en ik ben eindelijk de stap aan het zetten om gewoon weer verder te gaan met YouTube. Ik heb ik heb een hele tijd er weer uitgelegen. Ging weer even niet goed. Zelfde reden als de vorige keer. Maar ik ben alles weer bezig met oppakken en ik ben weer helemaal gewoon klaar voor actie. Ik heb op achtergrond gameplay van enige echte XX Speedbullet. Ook een van de goede gozers die ik ken. Ik ken hem al jaren. Hij is al jaren mijn beste vriend en hij heeft me geholpen alles klaar te zetten. Sony Vegas uitgelegd en mijn facecam en mijn border goed gezet. En dat helpt me alweer een stapje vooruit, want ik ben al niet zo technisch, dus dat komt allemaal vanzelf. Even een update over dat ik per 10 februari ook weer in het ziekenhuis gelegen, omdat ik dan mijn operatie krijg. Allemaal heel spannend, ben al heel erg zenuwachtig. Ik weet dat de achtergrond is een beetje belicht, maar anders dan zien jullie mij niet meer. Verder heb ik niet heel veel te vertellen. Ik zit een beetje in een dipje, maar ik kom er altijd wel weer bovenuit. Ik ga weer gewoon verder met alle series die ik gepland heb. En ik ben ook blij dat heel veel mensen niet gewoon unsubscribed zijn en nog steeds grondig wachten op mijn video's. Ook zit ik weer bij een team bedacht door Romy. Het heet Team Forfait. En ik wil er ook graag heel veel dingen voor doen. Het is altijd wel leuk om gewoon ergens bij te kunnen horen of iets te betekenen. Of gewoon iets te laten groeien. En dat laat ik zeker niet liggen, zo'n kans. Ik ben gewoon een public cosplayer. Ik ga er ook gewoon heel veel video's over maken. Ik zal het altijd benoemen. En het lijkt me ook leuk om gewoon in teams gewoon iets op te nemen. Of gewoon, wat ik ook wel eens doe, gewoon voor lol commentaar opnemen. Of gewoon leuke, grappige video's. En heel veel gekke, wat ik altijd heel graag doe is gewoon funny video's, compilaties en al die andere shit. Ja, ik moet altijd even heel diep in en uit ademen om na te denken wat ik zeg, want ik ben niet zo'n goede commentator. En ja, ook heb ik heel lang Black Ops 3 niet aangeraakt, dus dat wordt ook heel interessant. Dus dat gaat ook wat worden. Wat heb ik eigenlijk nog te zeggen? Dat ik dus inderdaad 10 februari in het ziekenhuis lig. Ik kan er een tijdje tussenuit liggen, maar dat betekent niet dat ik op social media er niet ben. Altijd wel zin om dan met te kletsen, want je gaat je natuurlijk doodvervelen in zo'n ziekenhuis. Het gaat ook een heel zwaar herstel worden, dus ik ga ook heel veel thuis zitten. Het kan best zijn dat ik in het begin heel veel in bed ga liggen, maar ja, dat ik ook weer gauw wat ga doen, zeg maar, in mijn leven. Maar inderdaad, ik heb een nieuwe webcam. Hij is op zich best helder. Hij is HD, maar wel 720. Niet heel hoog, maar het hoeft ook niet heel hoog voor mij. Dus ik vind dit al iets te veel HD, omdat je alle ongure vlekken, puisten op mijn gezicht allemaal kan zien. Maar dat is, ik moet er maar gewoon even doorheen kouwen. Ook nog steeds zit ik in de Teamspeak van Bullet Things. En dat is ook nog steeds voor iedereen welkom. Dat is bulletthings.ddns.net/9161. Ik weet hem uit mijn hoofd, heb ik heel goed in. Maar ik ben heel enthousiast omdat ik nu steeds weer een stapje verder kan met upgraden van mijn YouTube kanaal. Dat het misschien ook leuker is om voor andere mensen te gaan zien. Ook heb ik voor de mensen die heel graag naar de YouTube gathering willen, nog een kaartje. Want ik ga er zelf niet heen. Ik heb er helaas geen tijd voor, want dan zit ik nog in mijn herstelproces. Dus als er iemand naar de YouTube gathering wilt, laat dan even weten wat je ervoor over hebt. Want het is een kaartje voor zaterdag in de Jaarbeurs Utrecht. Dus er zijn vast wel mensen die er naartoe willen. Dus grijp je kans en laat het weten of je het heel graag wilt. Bekijk de video. Voor de rest gaat het op zich weer een stuk beter met mij. Het ging altijd heel slechter. Gisteren had ik echt even een kutdag. En daar weet mijn vriendin ook heel veel van. Maar ik reken er gewoon echt heel erg op dat het goed komt. En daar doe ik ook heel veel voor. Ik ben ook de laatste tijd echt mezelf niet. Iedereen merkt het. Motivatie is een beetje weg geweest in alles. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik er niet alleen voor sta. En dat ik gewoon mensen om me heen heb. Dat ik ook nog leuke dingen doe met mijn leven. Ik ben op dit moment weer erg werkloos. Maar ik ben nog steeds heel erg gemotiveerd op zoek. Ook periodes gehad dat ik het niet was. Maar
alles gaat helemaal goed komen. En daar doe ik alles voor. Dus laat weten of je naar Dutch YouTube Gathering wilt. Ook wil ik nog steeds wat extra vragen hebben voor een Q&A, dan kan ik die uploaden. Dus als je een vraag hebt, laat het alsjeblieft achter. Heb ik ook weer wat te doen. Maakt niet uit, het mag een gekke vraag zijn, een idiote vraag, een hele... Ja, het maakt niet uit. Laat het gewoon weten. En als je echt iets heel graag wilt zien op mijn kanaal, dan doe ik dat graag. Het kan hoeft niet alleen Call of Duty te zijn, ik upload graag Call of Duty, dat is leuk om te doen. GTA heb ik nog in de aanbieding. Ik heb Plants vs. Zombies, ik heb Far Cry 4, ik heb zelfs nog een spel, het heet Life is Strange. Is op zich ook een heel leuk spel met een heel gaaf verhaal. Daar blijf je echt in hangen. Ik weet dat heel veel mensen het al hebben gezien, maar ik probeer het niet alleen gewoon zo serieus mogelijk te doen, maar ook gewoon er echt iets leuks van te maken. Maar in ieder geval, ik ben gewoon weer blij dat ik verder kan en dat er nog gelukkige mensen zijn die kijken. Ik weet, het is niet heel veel. Ik heb niet per se iets aan heel veel abonnees of heel veel volgers. Het gaat mij er gewoon om dat ik het gewoon leuk vind om te doen. En als anderen het leuk vinden, dan mag iedereen natuurlijk kijken. En ik doe het graag voor mijn plezier. Voor de rest doe ik het niks. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Geniet nog heel even van deze gameplay van de enige echte Quinten, aka XXPBullet. En over de nieuwe crew waar ik in zit, laat ik nog heel veel horen. Allemaal gedaan door Romy en heel veel andere mensen. Dus ik ben heel enthousiast. Dus bedankt voor het kijken.